Hoi, hier Adriaan de Gezonde Vogelaar. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwste vlog. Ik hoor net al staartmeisjes, dus het begint leuk. Ik probeer vandaag weer de klap extra te zien en te filmen. Oh. Want ik heb hem de vorige keer had ik hem in beeld. Toen ik met Joeri ging helaas niet. Maar de vorige keer toen ik hem in beeld was echt pokkenweer. Of pokkenweer, dat weet ik nog steeds niet welke wat de goede uitspraak, de goede spelling is. Maar het is vandaag mooi weer, mooi blauw. En ik denk toch nog eens even kijken. Het zou cool zijn om de shorts echt nog te zien, dus ben benieuwd. Kijk, zonnetje, heerlijk. We hebben een stukje van de kale bomen. Hier zit echt vaak een zwarte specht, dat kan je aan deze beelden zien. Echt alles helemaal kaal gehakt. Echt een mooie plek om zwarte spechten te zien. Hier achter mij in de bomen. Larixen. Daar wemelt het echt van de kleine vogeltjes. En ze zijn... En je hoort een soort specht. Je hoort de zeizen. Kom. Er zitten ook puttetjes bij. Soort specht. Vinken, kepen. En van alles. Echt super. Maar grote bontspecht is er ook. Staartmezen, kepen. Vloog net een buizerd over. Echt super. Allemaal in dit kleine stukje. Alleen ze filmen, dat is echt. Dat is, ja, de grote bontspecht heb ik wel echt super mooi kunnen filmen. Maar al die kleine beestjes, dat is echt bijna niet te doen. Want sowieso. Ze vinden in zo'n boom, dat lukt nog wel. Alleen zodra je ze hebt, dan zijn ze alweer naar het volgende stukje gevlogen. En dan kun je met scherp stellen, lukt niet helemaal. Maar goed, het gaat ook. Ja, geniet hoor, zoveel vogeltjes, heerlijk. En man, met zo'n zwarte specht op de achtergrond, top.
bomen hierboven. Wiegelt het echt van de... Kijk, daar gaan ze zo. Wiegelt het echt van de kepen en vinken. En mezen. Kijk, voelt dat boompje daar. Die. Zit ze allemaal bovenin. Superleuk. Ga even kijken of ik het kan filmen. Ik hoor net weer de zwarte specht hier in dit stuk. Mooi trouwens, hè, de zon zo. Wauw, zo'n mooi geluid. Wauw, fantastisch. Nou, met dat mooie geluid op de achtergrond hou ik hem weer op voor vandaag. Ik met vloggen in ieder geval. Ik ga gewoon wel verder door. Maar ik wil je hartelijk danken voor het kijken. Like deze video als je hem leuk vond. En ik ben ook benieuwd wat je het leukst vond van de video. Ik heb leuke dingen gezien. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet er even niet op het belletje te drukken. Dan zie je elke keer als ik een nieuwe video heb, dan krijg je een melding. En hartelijk dank. Tot de volgende keer. Doei!